Wil jij snel en betrouwbaar FIFA coins kopen? Ga naar FastCityCoins.nl, gebruik de code FCR5 voor 5% korting en dan heb je de coins binnen 1 minuut op je account staan. Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Never in the Glory van mij, FC Roelie. En vandaag, zoals je aan de titel kan zien, gaat het allemaal over hoe je moet spelen tegen een beter team. Want veel mensen houden gewoon dezelfde tactiek aan het spelen zoals ze normaal spelen, tegen vrienden of andere online matches. Maar tegen een beter team werkt dat niet. Want zoals je nu op je scherm ziet, kwamen we met ons Never in the Glory team tegen dit team. 4 Legends, 3 Informs, 1 Man of the Match, 1 Team of the Season en ook nog Hazard en Aguero als normale spelers. Fucking bruut team. Ik denk dat het zo'n, hoeveel zou het bij elkaar kosten? Ongeveer 10 miljoen, iets meer. En daar red je het niet mee als je niet je tactiek aanpast. Wat je moet verdoen aanvallend is proberen zo min mogelijk te dribbelen. Je ziet heel vaak dat ik tussen mijn spelers paas. En dat komt, zijn spelers zijn over het algemeen sterker, sneller, kunnen beter pasen, kunnen beter verdedigen. Dus als jij dribbles gaat zetten met je spelers, heeft dat geen zin. Ik probeer de bal zo kort mogelijk te houden en ook verdedigend wijs probeer ik altijd voor de man te blijven. Je kan zien dat ik nooit met mijn verdedigers in kan lopen, nooit met mijn middenvelders opeens ga rushen, maar altijd zorg dat er minimaal nog heel veel man voor de bal blijft staan. En als je dan 2-0 voor staat tegen zo'n goede speler, begint zijn geduld altijd een beetje op te raken. Hij gaat dingen forceren en dat moet je niet doen. Dan kunnen wij heel gemakkelijk tackles maken, want we blijven gewoon afwachten. Wij forceren zelf ook niks en dat betekent dat wij gewoon heel makkelijk doelpunten gaan scoren en kansen blijven creëren. En zoals je hier ziet, staan we al op 0-3 voorsprong, want de chip van Ramos gaat net tegen de lat, maar gelukkig staat daar een andere speler die de bal erin knalt. En als het 0-3 staat tegen zo'n team en hij gaat dan ook nog van die domme dribbles zetten, blijven wij gewoon rustig afwachten, geduld houden en komt het allemaal goed. Ik had dan ook het geluk dat deze gozer eigenlijk gewoon helemaal niet zo heel goed is in FIFA. Of dat ik zelf veel beter ben dan hem. Want hij besluit de rage quitten. Willen jullie dan vaker van dit soort tips zien in Never Ending Glory? Ik weet niet zo heel goed wat voor andere voorbeelden ik nu kan verzinnen. Maar laat dan even een like en een comment achter. En dan weet ik dat de volgende keer. Dan ga ik proberen er meer soort tips in te verwerken waar jullie wat aan hebben. Mijn corner techniek heb ik al vaker medegedeeld. En ook deze aflevering gaan we gewoon weer rustig een corner scoren. Want het is natuurlijk geen Never Ending Glory aflevering zonder dat we een corner scoren. Deze tegenstander rage quitte echt al na een paar seconden, wat best zonde is. Want oké, we krijgen 300 coins, dat is mooi meegenomen. Maar wel gaan al onze contracten eraf. De fitness gaat er een beetje af. Oh nee, wacht, fitness niet. Nou ja, contracten gaan eraf. En van 11 spelers 1 contract afhalen. Voor 300 coins kan je dat niet compenseren op de lange termijn. Maar goed, we komen tegen dit Nederlandse team in de derde wedstrijd. Als we deze winnen, hoeven we daarna nog maar 1 wedstrijd te winnen om te promoveren naar divisie 6. Waardoor we dan weer veel coins krijgen. En hij had een Nederlands team. Hij bracht wel redelijk snel in de wedstrijd Robben erin. Dus dan moet je oppassen. Zo'n snelle speler als Robben zorgt natuurlijk voor dreiging. En dat blijkt hier ook. Mijn verdedigers staan niet op te letten. Lopen niet met Robben mee. En Robben kan met zijn linkerbeen, hoe heilig dat linkerbeen van hem is, heel makkelijk de 1-1 scoren. Mijn tegenstander maakte vervolgens een overtreding. Wij krijgen een penalty, die schieten we met Ramos naar boven. Naar boven is nog steeds een van de veiligere opties. Veel mensen weten niet dat je je sticks ook daadwerkelijk naar boven moet indrukken. Wil je de penalty stoppen als keeper zijnde. Dus je hebt meer kans als je niet zeker weet van oké, kut, ik weet niet of ik de goede power heb om je sticks naar boven te gooien of naar links en naar rechts. Dan komen we hier vrij met een mooie paas van Sydney Sam op Son. Son doet een balrol wanneer hij met zijn linkervoet, zijn 5-star weak foot is fucking goddelijk, de bal in de korte hoek van de keeper doet. We staan 1-4 voor, al vrij laat in de wedstrijd. Het blijft ook 1-4. We hebben deze wedstrijd gewonnen, krijgen 700 coins, belachelijk veel. En we hoeven nog maar een paar punten voor de divisie 7 titel. Stel we winnen die titel, dan krijgen we natuurlijk weer een hoop coins, want je krijgt je bonus voor als je de titel pakt. Je krijgt wedstrijdcoins nu. We zitten nu ongeveer op 10.000, 11.000 coins. Na deze wedstrijd die we nu gaan spelen, hij heeft een 3-5-2 Premier League team. Aan de rechterkant heeft hij Sissoko staan. Jullie weten wat mijn mening is tegen 3 verdedigers. Als je geen linksmidden en rechtsmidden hebt die dekking geven, ben je heel erg gevoelig voor counters. Rechtsmidden heeft hij Sissoko. Die kan die dekking wel bieden. Maar linksmidden heeft hij Jarvis. Ik weet van Jarvis dat hij hoge attacking work rate en lage die verdedigende work rates heeft. Dus dat betekent dat ik vooral voor mij aan de rechterkant ga aanvallen. En dan zou deze wedstrijd eigenlijk niet heel veel voor problemen moeten zorgen. Luis Gustavo is
een verdedigende middenvelder. Ik durf heel eerlijk te zeggen, het is mijn favoriete verdedigende middenvelder van de game. Van heel Ultimate Team. Hij kan belachelijk goed verdedigen. Hij is redelijk sterk. Zijn passes zijn prima. Zijn pace is goed. Zijn dribbel is goed. En op een of andere manier scoort hij ook veel doelpunten voor ons. Want hij staat, heeft gedurende deze serie al best vaak gescoord. Dan maakt mijn tegenstander een fout. En die moet je niet maken, want dan gaat wie dan ook, al staat je oma achter de PlayStation of achter de Xbox of achter de computer, die gaat die scoren. En dan scoren nu een van de mooiere goals van deze serie. Ik vond hem zelf belachelijk mooi. Je ziet het misschien niet heel goed, maar er zit een bepaalde curve aan die volley die Sonder aangeeft, waarvan je denkt, oké, als dit in het echt zo zou zijn, zou dit viral gaan op Twitter met van die finds die er allemaal zijn. Hij neemt hem met zijn linker weer die weak foot van hem, of dat maakt eigenlijk niet uit, want hij heeft helemaal geen weak foot. Hij is volgens mij zelfs linksbenig, maar hij heeft dus 5-star weak foot, dus dat maakt niet uit. En om deze aflevering te bekronen, scoren we een lekkere volley met Gundogan. Hier zie je nog een paar keer de herhaling van. Hij neemt hem net nadat hij stuitert op de volley en hij zit er echt heerlijk in. Ik scoor ze niet vaak zo, maar toch hebben we een keer op een andere manier gescoord dan een kopbal vanuit de corner. Hier zie je die herhaling. Mensen, dit was Never Ending Glory. We zijn gepromoveerd naar Divisie 6. We hebben 18.000 coins. Heb je nog suggesties voor welke spelers we in ons Bundesliga team moeten kopen? Laat een comment achter. En dan check ik jullie allemaal de volgende aflevering. Ciao gasten.